wedstrijd niet te veel zichtbaar is vandaag. Ja, het zag er door die nederlaag even wat minder rooskleurig uit allemaal, maar vandaag hebben ze de gelegenheid om te laten zien wat ze echt waard zijn. Dries Mertens. Mertens, nog met de bal. En Dries Mertens brengt hem voor. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Neymar Junior. En weer in balbezit. Die bal wordt goed onderschept. Raheem Sterling. Richting het doel van de tegenstander. Neymar. Gaan ze hier de leiding nemen? Goed ingegrepen. Dybala is natuurlijk een speler die het verschil kan maken. Wat belooft dat voor deze wedstrijd, denk je, Jeroen? Nou, je zou hem achteraan moeten hobbelen als verdediger. Die man, dat is een levende stoomlocomotief. Ik denk dat hij niet gelijk met kaarten wil strooien en enkel een vrije trap toekent. Bal door Neymar weggegeven. Yannick Carrasco. Lekker hoor, gepakt door Vidal. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Heerlijke beweging. Ja, en ook nog zijn man uitgespeeld. Hij weet het de bal te ontfutselen. En weer teruggepaast. Matthijs de Ligt kan hem goed wegwerken. Nee, met zo'n paas moet je niet aankomen. Die is voor de tegenstander. Mooi langs de tegenstander. Sandro Tonali. Barella. Als die paas was aangekomen, dan zou het gevaarlijk zijn geweest. Barella. Een gelijke stand hier, maar ze dringen aan. Mertens. Arturo Vidal. Nou, wat kan hij hiermee? Goed van de bal gezet. Yannick Carrasco. Met die actie grijpt hij net op tijd in. Sandro Tonali. En Dries Mertens met de bal. Hij maakt de actie en verovert de bal. Ketst af op een speler. Dus een inworp. Neymar. Ja, die bal verspoord door Neymar. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Dries Mertens. Voorgezet door Dries Mertens. En die bal wordt weggewerkt. Gevaar geweken. Nog steeds Neymar. Wie? Wat een snoek, dat is een geweldige redding van deze keeper. Korte bal naar een teamgenoot. Niet meer in balbezit na die ingreep. Giovanni Simeone. Uitstekend gezien hoor, prima interceptie. Yannick Carrasco. Zonder dat hij werd aangeraakt over de achterlijn, dus een doeltrap. Yannick Carrasco. Een vrije trap vanaf deze plek moet toch gevaar kunnen opleveren, of niet? Ja, lekker! Die vrije trap, en zo ver gaat hij niet over. Nou, hij daalde net niet genoeg, die bal. Maar het was een goed schot, hoor.
Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Twee ploegen die ongeveer evenveel aan de bal zijn. Maar waar heeft het dan toe geleid? Eigenlijk tot niets. Geen goals. Nauwelijks kansen. Het is echt belangrijk dat het snel wat interessanter gaat worden. Want eerlijk gezegd is het gewoon saai. Dries Mertens. En weer naar Dries Mertens. Grote kans zeg om voor te komen. Via een tegenstander komt de bal achter. Dus we krijgen een hoekschop. En ze gaan de hoekschop nemen. Gesteund door het publiek. Hier kunnen ze op voorsprong komen. Hier dan de hoekschop van Dybala. De doelman ziet die hoekschop recht op zich afkomen. Ja, voor druk zetten wordt hier beloond. Arturo Vidal. Simpele redding dit van Keylor Navas. Barella. 1 minuut blessuretijd. Een mislukte paas. Ja, je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. De bal kan nu voor het doel worden gegooid. Die voorzet komt bij een tegenstander terecht. Ze kunnen nu iets aan die gelijke stand gaan doen. Daar komt de hoekschop van Dybala. Keylor Navas heeft hem gestopt. En die bal is weg. De scheidsrechter fluit voor rust. Het is 0-0. Alle Dybala vond ik voor rust. Niet goed spelen, Jeroen. Het valt allemaal niet mee, hè, zie je het? Het gaat nog niet zoals deze speler had gehoopt. Nog geen goal, eigenlijk nog heel weinig kansen. Ja, daardoor is nog altijd gelijk. Ik ben benieuwd wat die tweede helft brengt. Ja, zie het. We hebben in ieder geval weer afgetrapt. Theo Hernandez. De bal bij Matthijs de Ligt. Ivan Córdoba. Arturo Vidal. Paulo Dybala aan de bal. Hij is van de bal gezet. Raheem Sterling. Nee, dat is goed gezien. Het had er toch al een schijn van dat Sterling hier de 1-0 zou maken. Dat kun je hem doorgaans ook wel toevertrouwen. Maar het gaat even mis hier voor de aanvaller. Ja, maar ja, goed, laten we wel zijn. Dit is echt een miserabele poging. De tegenstander onderschept de paas van Vidal. Hij pakt de bal op de helft van de tegenstander. Tackle in het eigen doelgebied. Ja, nu kan er een counter komen. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Weet die bal ondanks de druk te controleren. Veel te simpel deze paas. Een makkelijke prooi voor de tegenstander. Ziet er goed uit hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? Zou wel eens wat kunnen worden. Er zit iemand tussen. De voorsprong dan nu. En daar is de openingsgoal van deze wedstrijd. Wat een opgeluchte gezichten moet je kijken. Ja, lekker hoor. Als je de eerste maakt. En fijn hè, dat de brilstand van het bord is verdwenen. Dries Mertens.
Mertens. Voorgezet door Dries Mertens. Schitterende treffer! Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Dries Mertens. King Arturo. Barella. Zegt de paas, hij levert hem in. Dat moet beter. Kunnen ze dit snel uitspelen? Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. Via een tegenstander over de achterlijn. Hoekschop. Neymar neemt hem. Zijn bal in de 16. Raheem Sterling. Hiermee moet je uitkijken. De thuisploeg is vaker aan de bal dan de tegenstander. De middenvelders hebben heel weinig tegenstand te duchten. Nou, ik zie ze hier nog wel een overtuigende overwinning boeken, hoor. Balbezit veroverd. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Cruciale onderschepping. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Arturo Vidal. Barella. Dybala geeft die bal nu weg. Giovanni Simeone. Goed de bal afgepakt. Een mislukte paas. Ja, je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Een echt gevecht op de bal. Dybala, Dybala. Zo, die heeft er zin in vandaag. Grensrechter. Wijst naar de cornervlag. De coach gaat wisselen. Bal over de lijn, hoekschop. Met het hoofd, schitterend. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. Daar is ruimte op de vleugel. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Paulo Dybala. Giovanni Simeone. Barella. Die tackle zet hem van de bal af. Nog steeds in aanval. Sandro Tonali. Giovanni Simeone. Daar is Arturo Vidal. Paulo Dybala. En daar heeft hij de bal veroverd. Neymar. Neymar Junior brengt de bal voor. De speler blokkeert het schot. Een steekpaas, hoog gegeven, gevaarlijk. En hij is erdoor. Oh, dit is van een schoonheid.